Vandaag een site is een programma voor alle doelgroepen, inclusief politici. Hier verschenen veel mensen zoals Mark Rutte, Hugo de Jonge, Caroline van der Plas en Mona Keizer. En er is een zeer opmerkelijk stukje informatie bevestigd. Dat Geert Wilders de volgende politicus zou kunnen zijn die in gesprek gaat met Wilfred Gené, René van der Gijp en Johan Derksen. Zeker toen Geert Wilders een week voor de verkiezingen verscheen. Dat maken de PVV-leiders bekend op hun persoonlijke pagina. Ik accepteerde de uitnodiging om als gast deel te nemen. Ondertussen heeft Caroline van der Plas ook leuk nieuws, binnenkort komt haar documentaire uit. De documentaire, getiteld Caroline, is komende januari te zien op het streamingplatform. De documentaire laat zien hoe het de BBB-leider vergaat in de aanloop naar de verkiezingen van 22 november dit jaar. Caroline wordt gedurende haar werk en privéleven gevolgd door journalist Jair Verwerda. Ook haar moeder en zoons kwamen aan het woord. Caroline's zoon Ryan vertelde dat zijn geestelijke gezondheid aanzienlijk achteruit ging toen zijn moeder beroemd werd. Alles kwam in één keer naar mij toe. Ik dacht, in wat voor realiteit zit ik eigenlijk? De jongens spraken ook over bedreigingen tegen hun moeder. Ryan hoopt dat zijn moeder aan de politiek zal blijven deelnemen. Ik hoop dat het tijdens drukke evenementen goed geregeld is, er kan altijd iets gebeuren. Ik zou haar nooit vragen om te stoppen.